Je kunt natuurlijk gewoon standaard mayonaise bij je friet doen, maar dit vind ik echt een heerlijke saus, tartaarsaus. Allereerst snij je daarvoor de bieslook en de peterselie heel erg fijn. Dan doe je hetzelfde met de kappertjes en de augurk. Daarvoor snij ik eerst de augurk in plakjes, dan draai mijn kwartslag en vervolgens snij hem dus in hele kleine stukjes. Dan gaat alle garnituur bij de mayonaise. Die kun je natuurlijk zelf maken. Of je kunt hem zelf kopen natuurlijk. Dan gaat citroensap bij, naar smaak, en dat meng je goed door elkaar in. Vervolgens natuurlijk zelf je friet maken en dan daar heerlijk in dopen. Fantastisch.